Amai, dat palet. Dat ruikt echt naar chocolade. Ik zou het zo opeten eigenlijk. Hallo allemaal, ik heb vandaag voor jullie terug een nieuwe video. En zoals je aan de titel wel kunt zien, gaan we het vandaag hebben... Oeps, even juist houden. Over het Gingerbread Spice Palet van Too Faced. Een super mooi paletje dat ik echt wou. Eerst was het eigenlijk uitverkocht op de site dat ik het wou bestellen. Ik weet niet meer, ik denk... Ah nee, ik kon het niet bestellen vanuit Sephora. Verzenden ze Too Faced niet naar België, dus dat is super jammer. Maar ik heb het dan op een andere site kunnen kopen die ik hieronder zal zetten. Ik denk Douglas, maar ik weet het niet zeker. Ik denk het wel. Dus ik heb het eindelijk kunnen bemachtigen, het paletje. Ik heb ook even, je ziet niet zo goed, een thema, mijn kersttrui aangetrokken. Omdat ik dat wel leuk vond voor deze video. En ik ga met jullie deze look maken. Ja, je ziet het goed. Ik ben eigenlijk pas het beginstukje beginnen filmen nadat ik de look heb gemaakt. Omdat ik dat ook wel een keer leuk vond. Zo zien jullie al de look en... Maak ik jullie al een beetje benieuwd hoe je deze look moet maken. Dus ik heb deze look gemaakt met dit palet. Ik ga jullie het palet wat beter laten zien. En het palet ruikt echt naar chocolade. Het ruikt echt super lekker. Echt naar van alle chocoladesoorten doorheen. Iets ook met karamel ruik ik. Echt, het is echt een mooi paletje. Ik ga het jullie eventjes laten zien. Allemaal mooie kleurtjes. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Even kijken. Echt een heel mooi paletje. De vormgeving is mooi. Het is echt heel leuk. Kijk er zelfs al naar uit om er andere mensen mee op te maken. Ik ga jullie nu de swatches laten zien. En daarna komt ook de make-up look, de ooglook dat ik met dit palet ga maken. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier! Dit is de eerste rij van de swatches. En alle kleurtjes, dat is allemaal één laagje eigenlijk. En zoals dat je ziet zijn ze allemaal top gepigmenteerd. Vooral deze kleur hier. Die houden kleur, echt een super mooi pigment. De tweede rij en hiervan is deze kleur. Wacht hoor. Deze kleur hier, mijn favoriet. En dit is Oh Snap. Echt een super mooie kleur. Zien er allemaal heel mooi gepigmenteerd uit. Niks op aan te merken. Tot slot de laatste rij. En dat is eigenlijk de rij met de bruintinten, zoals je wel kunt zien. Ook hele mooie gepigmenteerde kleuren, zelfs na één veegje. De voorlaatste kleur vind ik een hele mooie bruine kleur in combinatie met de laatste bruine kleur. En ja, dat lijkt mij ook wel een mooie look. Oké, ik heb mij eventjes wat dichter gezet, zodat jullie de look veel beter kunnen zien. Het palet had ik jullie al getoond, maar het is echt super mooi. Echt super mooie kleurtjes. Mega mooi. Dus we gaan ermee aan de slag. Als eerste ga ik uiteraard een oogschaduwbasis aanbrengen. Want zonder een oogschaduwbasis blijft je oogmake-up natuurlijk niet goed zitten. Dus dat is echt super belangrijk. En een oogschaduwbasis heb je eigenlijk van verschillende merken. Ik gebruik er nu eentje van Too Faced. Dat eentje, ik ben daar eigenlijk al jaren fan van. Ik denk dat ik die nog in Parijs zelfs heb gekocht. En dat is al 2 of 3 jaar geleden. Dus ja. Oké, dan gaan we meteen beginnen met mij op te maken. Oké, als eerste, ik begin altijd met een lichte kleur. En dat is Looky at My Cookie. Dat is deze kleur. Wacht hoor, deze kleur. Sorry hoor, het is deze kleur. Deze roze kleur ga ik aanbrengen op mijn bewegende ooglid. En ik ga nu ook een beetje proberen met een spiegel. Die achter mij ligt, deze spiegel, niet te veel in beeld te houden, maar zo echt een beetje verder. Dus die lichte kleur, Looky at My Cookie, dat is deze kleur, ga ik aanbrengen op mijn bewegende ooglid. En dat doe ik uiteraard aan mijn andere oog ook. Ik ben nu even dat spiegeltje aan het gebruiken, omdat er zit hier eentje in, dus dat is wel handig. Zo, de basiskleur zit erop. Ah, en ik vind dat dat zo goed ruikt. Het is echt een super leuk paletje. Dan ben ik een keer aan het zien en ik vind Oh Snap, deze kleur hier, wacht hoor, deze kleur hier. Ja, dat vind ik ook een mooie kleur. En die ga ik aanbrengen hier opzij
en richting de arcadeboog. Dus aan de buitenste ooghoek eigenlijk en naar de arcadeboog toe. Ja, voor mij zo filmpjes maken, zo echt looks maken. Je weet, ik had dat vorige keer ook gezegd, dat is zo toch nog nieuw voor mij. Dus ik probeer het zo goed mogelijk te tonen. Pigment is wel super goed, dat kan ik er wel al bij zeggen. Dan is het nodig om te blenden, want het ziet er een beetje vlekkerig uit momenteel. Dus alle kleurtjes moet je wel blenden, dat moet je echt zeker niet vergeten. Dan ziet dat er zo uit. Hier ga ik nog een beetje van die kleur aanbrengen, want ik heb er precies iets te weinig aangebracht. Dat het toch gelijk is eigenlijk. Dat is een mooie look nu, zo een basic look. Een neutrale look voor te gaan werken bijvoorbeeld, dat vind ik dan mooi. Maar ik wil er natuurlijk nog wat extra feestelijks, want als je zo'n palet krijgt, zo'n palet vol met kleuren, wil je toch wel iets specialers dan zo'n look. Dus wat dat ik een mooie kleur vond, is Hot Toddy. Deze kleur hier. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Hot Toddy vind ik wel een mooie kleur. Dus die ga ik een beetje als schaduw gebruiken. Samen met Spiced. Nee, samen met Bake It Till You Make It. Dus deze kleur. Dus ik ga Hot Toddy gebruiken. Samen met Bake It Till You Make It. Als schaduwtint eigenlijk. Maar ik ga dat opbouwen. Dus ik ga eerst ene kleur aanbrengen. Dan blenden. En dan de andere kleur. Als een beetje een kleur dat eruit springt. En dan terug blenden. Toch mooi uitziet. Maar ik wil hiervoor wel een andere kwast gebruiken. Dus eerst Hot Toddy. Die gaan we aanbrengen. In de arcadeboog eigenlijk enkel. En ik zie nu net dat ik mijn plasticje van mijn spiegel vergeten halen ben. Kijk, het ziet er zo wazig uit. Dus dat breng ik aan enkel en alleen in de arcadeboog. Dus hier in dat boogje. Zie je? In dat boogje. En aan de andere kant juist hetzelfde. Juist in het boogje. Zo. En dan wat ik had gezegd. Belangrijk is echt blenden. Dat is echt mega belangrijk. Ik was trouwens vandaag bezig aan mijn eigen pagina. Omdat ik zo make-up doe aan huis. Dus ik ga dat hieronder zetten, de link van die pagina hieronder in de beschrijving. En dan kunnen jullie daar naartoe gaan en kunnen jullie mij boeken voor, ja, voor make-up als je een feestje hebt of als je gaat trouwen of voor een event. Kunnen mij ook boeken, een leuk event of iets, een ladies night of zo. Even reclame tussendoor. Oké, we gaan even verder met de look. Dan had ik gezegd dat ik dat kleurtje ging gebruiken. Bake it till you make it. Dat kleurtje. En dat doe ik niet met dezelfde kant, maar met de andere kant van de make-up kwast. Die dat ik het juiste gebruik. En dan wil ik eigenlijk zo'n beetje hier aanbrengen. Dat ik zo toch een donkere kleur heb. Dus eigenlijk de helft van het ooglid. Zie zo eigenlijk. Zo, voilà. Ik ga direct blenden hoor. Ik ga het even hier eerst aanbrengen. Ik weet dat ik normaal hier blend. Zo eigenlijk. Zie? Maar dan uiteraard... Ik was al aan het afvragen waar dan mijn kwast was. Blenden. Super belangrijk. Zodat die kleurtjes mooi tot zijn recht komen. Zo. En dan weten jullie dat ik meestal nog een keer de kleurtjes opnieuw aanbreng. En ik ben eens aan het zien of dat nodig is. Ik vind wel die lichte kleur, wat ik eerst heb aangebracht, die ga ik toch nog een keer aanbrengen. Want die is zo'n beetje vervaagd. Kijk, zie je, dat is veel beter zo. Dus nog een keer opnieuw. Dus tot de helft ongeveer. En een klein beetje blenden. Dan zie je dat er wat onder mijn oog is gevallen. Ik ga dat een beetje wegnemen.
Zo, ik ben even aan het zien dat ik er nog iets aan wil toevoegen. Uiteraard nog een beetje highlight. En als highlight ga ik een combinatie gebruiken van... Wacht hoor. Powdered Sugar. En de kleur eronder is Frosted Me. Dus een beetje van deze kleur. Een klein, klein beetje van deze kleur. En dat ga ik aanbrengen op het wenkbrauwbod. Zie hier eigenlijk. Zie je, dat maakt de look echt af. Andere oog hetzelfde. Even in mijn spiegeltje kijken. Zo, voilà. En dan ga ik net zoals bij het Huda Beauty Palette ook nog een kleurtje eronder aanbrengen. En ik vind Spiced Rum wel een perfecte kleur. Spiced Rum in combinatie met Warm and Toasty. Dus deze, Spiced Rum, deze een gouden kleur eigenlijk. Dus dat ga ik even doen. Ik ga mascara aanbrengen en dan ben ik direct bij jullie terug. Oké, hier ben ik terug. Ik heb dus even onder mijn oog die twee kleurtjes aangebracht dat ik jullie had getoond. Dus je ziet hier mooi zo dat hout lopen. Dan mijn mascara. En ik vind dat die echt een super mooi volume heeft. En ik vind de look ook heel geslaagd. Ik ga jullie trouwens de mascara laten zien als eerste. Ja, sorry voor de vieze verpakking. Dat is zo eentje van Lancôme. Die noemt zo. Ik ga niet lezen, want het is in het Frans. Van Lancôme. Ik dacht dat er iemand was. En dan de Unlimited Mascara van L'Oréal. Dat is deze. De Unlimited Mascara. Die vind ik super fijn in combinatie met die van Lancôme. Echt heel fijn. En dat borsteltje is ook heel tof. Dus dat is heel leuk. Mijn oordeel over palet is heel positief. Ik ben echt blij dat ik dat palet heb gekocht. Het is echt een leuk kerstcadeau voor mezelf eigenlijk. En ik vind de kleuren, het pigment, de overhangen, kunt er echt perfect mee blenden, want dat is voor mij echt heel belangrijk dat ik de kleurtjes goed kan blenden. En ik heb trouwens ook nog een kleurtje op mijn lippen gedaan. Dat is nog eentje van Bourjois. Ik heb het kleurtje nummer bij mij, maar ik zal het hieronder anders wel vermelden als jullie dat graag hebben. Ik vind de totale look heel leuk geworden. Ik zal nog eventjes naar beneden kijken, dan zien jullie de look goed. Ik vind de kleuroverhangen mooi. Ja, ik ben heel tevreden. Zoals dat je ziet, zoals dat je hebt gemerkt, ging het ook heel snel om te maken, de look. Ja, je moet wel zien dat je de kleurtjes goed blendt. Dat is enorm belangrijk als je een ooglook wilt maken. Dus ik hoop dat jullie terug een leuke video vonden. Als dat zo is, zou ik het super leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En zeker abonneren op mijn kanaal, want dat vind ik altijd heel erg leuk. En ja, zo blijf ik nieuwe video's maken. Leuke ideetjes zijn ook altijd welkom. Dan zie ik jullie graag terug in een nieuw filmpje. Doei!